Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe adventkalender video. Ik heb mijn foute kersttrui aan van mijn mans werk. Dit staat hier zo op afgebeeld, maar ik heb hem expres wat lager gedaan te doen. Ik wou er eigenlijk nog een sjaaltje omheen doen, maar ik denk, nee, dit is leuk genoeg zo. Mijn afbeelding is leuk vandaag. We zitten bij het open haardje met van die kerstsokker. Ik zit voor het vlammetje, dus ik voel de vlam voor vandaag. Nou, ja, we hebben keuze uit nog de adventkalender. Nog voor de kinderen, maar die zal ik wel met de kinderen waarschijnlijk openmaken. En de Maximoire, want de andere van de Spa van de Action heb ik al opengemaakt. Dus weet je wat, laten we voor de Maximoire gaan, de adventkalender. Hij is nog helemaal gesloten, nog helemaal dicht, helemaal nog niet geopend. Het is allemaal nog helemaal dicht, dus ja, ik zou zeggen, we gaan deze even rustig doen voor de shot. Want de vorige was wel heel vlug. Dus ja, vlot. Ja, goed. Die gaan we lekker met jullie openmaken. Ik weet niet wat erin zit, wil ik ook niet weten. Dus ik geef gewoon mijn ongezouten mening over deze adventkalender. Doe dan zeker een duimpje omhoog alvast en abonneer. In de tussentijd dat ik even een kleine uitleg geef. Ik geef gewoon mijn ongezouten mening erover. Ik weet zo eerlijk mogelijk en wat ik ervan vind. Ik hoop niet dat er veel van die pleuraria tussen zit. Ik hoop gewoon een gezellige Maximoire. Vorig jaar was die op zich wel leuk. Geloof ik. Ik weet het niet meer zeker. Ik moet ook eigenlijk met de video eerst terug moeten kijken. Maar dit is dus mijn vierde adventkalender van Maximoire. Ook van de Spa. Die van de kinderen wordt mijn derde keer, geloof ik, dat die opneem van de Disney. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Van deze leuke adventkalender van Maximoire. Dus laten we het gaan doen. Dus ik zit even te kijken waar die openingsdingetje zit. Ik heb een mesje bij de hand om het in te prikken. En dan zeg je van, ben je wel van je plek af geweest? Ja, om nou even een ander truitje aan te doen, want ik heb hier zo nog van de Spa. Dus, ik neem gewoon even achter elkaar op. Dus, de verpakking is eraf. Dit is dat vetkalender. Oh, er wappert wat achter de achterkant. Die haal ik er even af. Dat wil ik niet weten. Op de achterkant kan je natuurlijk voor iemand natuurlijk opschrijven voor wie die is. Dat is natuurlijk wel leuk om te weten. En, dit is de Maximoire Mansion, denk ik. En, wat is dit? Wat gaan we doen? Oh, wat leuk! Oh, die gaan we wel zo doen natuurlijk, hè. Oh, wat leuk. Oh, die moet je zelfs zo doen. Oh, ja, sorry hoor, ik zit even... Oh, wat leuk. Ik voel me nou zo bepaald iemand die ook altijd zegt, oh, wat leuk. Maar nou even dat trachten in dat gat te krijgen. Dat is ook wel een dingetje natuurlijk. Zo, oh ja, poep, hij wil wel hoor, kijk eens. Dan moet je deze zo vouwen. En die moet dan weer hierin. Oh, wat leuk. Hè? Oh, wat gaanig. Hij wil er niet in, geloof ik. Ja, gewoon douwen. Hè? Gewoon er even rotten. Hoppatee. Nou, die andere kant ook even een vouwtje geven. Zo, kan je hem er ook in zo? Lukt dat? Ja, die lukt wel, maar deze wel niet echt helemaal lekker. Waarom wil je niet? Je draait over opnieuw om even helemaal aan. Nou, uiteindelijk komt hij er zo uit te zien. Wat leuk! Eens op binnenplaats. Zo, dit is leuk. Leuk! Ik hoop dat het een beetje... Zal ik het andersom doen voor mijn lichte dingetjes? Leuk! Ah, Maxima! Ja, ik moet zoeken even zo'n leuke thumbnail. Ja, en de achterkant ziet er dan zo uit. Ja, helemaal leuk. Ik vind dit is leuk bedacht. Leuk. Ja, dit vind ik echt leuk. 10 voor de creativiteit van deze adventkalender buitenkant. Dan vind ik deze dan ineens heel simpel. Leuk, maar ik vind dit leuker. Ja, goed. Nou, laten we gaan beginnen. Nogmaals doen, dan je mag gaan abonneren. Top, op naar de 1500 abonnees. Nummer 1. Oh, dat is wel een heel smalle. Die zit hier in het hoekje. Hoe gaan we die openmaken dan? Dan wil ik ook niet molesteren. Oh ja hoor. Ik heb het al gelijk al gemolesteerd. Ja. Dit hou je niet heel. Weet je wat? Ik haal dit er even af. Kan dit ook er nog af zo? Nee. Dan doen we het even zo. Want ja, jullie willen het ook wel zien natuurlijk. Maar ik krijg... Nou, je molesteert gelijk vakje nummer 1. Oh.
verdraaid. Dit is niet leuk. Ja. Sorry, vakje 1. Nou, we beginnen met een... Auw. Ja, het gaat hier er maar af. Voor het gemak hadden ze het vakje wel iets groter mogen maken. Een potlood. Potlood. Bruin. Een brown pencil voor je ogen of voor je lippen. Brown pencil. Ja, ook wel handig om te weten. Is het nou voor je ogen of je lippen of je wenkbrauwen? Ik denk dat het overal opgesmeerd mag worden. Ja, mis dat er ook niet op. Zit ook wel leuk. Er zit wel gelijk een puntenslijpertje bij. Oh, op de dap. Puntenslijpertje. Dus je kan gelijk slijpen. Leuk. Dus dat vind ik wel leuk. Nummertje 2. 2. Oh, die zit hier precies in een ander hoekje. Oh, hemels. Wat is die stug. Oh. Ja. Highlighter cream. Oh, wat leuk. Highlighter cream. Het is een beetje... Ja, meestal staat er ook echt niet op. Oh, het zit ook in zo'n soort net zo'n lippenbalm dingetje. Dus weet niet dat je het hier gaat doen. Nee, je moet dat echt... Hè? Yes. Ja, er komt toch gelijk wat uit. Dat is niet de bedoeling. Terug naar binnen. Goed. Ik ben bijna te hard in knijpen. Nummertje 3. Oh, here we go again. Auw. Oh, mensen. Geef dit niet aan iemand die heel slecht is met zijn vingers. Omdat... What is that? Dit is om wenkbrauwen mee te helpen aftekenen. Maar dan moet het wel je vorm van je wenkbrauw zijn. En van je face. Kom, ik haal het er even uit. Oh, dat zijn... Oh, wacht. Huh? Dat is apart. Sinds wanneer hebben mensen drie... Of zijn het allemaal verschillende modellen? Nee. Oh, jawel. Oh, toch. Het zijn verschillende soorten wenkbrauwen. Oh. Het zijn drie verschillende soorten modellen van wenkbrauwen. Dan moet het even kijken welke je matchy is. En dan kan je dat potloodje dan gebruiken. Dus dan moet het dan een wenkbrauw potlood zijn dan. Ja. Nog nooit eerder zo gedaan. Zullen we dat eens een keer uit gaan proberen in de video? Misschien ook wel leuk, hè? Ja, dat doe ik daar wel terug in het zakje. 4. Oh, hier. Oh, mensen, kinders. Doe dit niet thuis na met een mes. Setting powder. Wel een leuk potje, moet ik zeggen. Dat moet ik wel zeggen, het is hartstikke leuk. Leuk. 5. Die zit hier. Oh, man. Oh. Stickers. We hebben hier stickertjes. Nagelstickertjes. Op zich wel leuk. Wie weet plak ik ze nog een keer. Maar ik ben bang dat ze voor mij te klein zijn, denk ik. Oh, het zou nog net kunnen. Ik moet, voor een paar vingers moet ik het wel even door de helft knippen. Want
Zolang zij mijn nagels niet. Maar wel leuk. Ja. Goed. Nummertje 6. 6. Die zit hier bij. Jemig. Oh, nou, deze gaat wat vlotter. Was dat? Het is een heel klein dingetje. Dat is een glitter eyeliner. Oeh. Zo, was ik weer terug? Ja, ik moest even wegzeppen, want dat andere dingen vind ik niet leuk. Ik heb hier zo dus de eyeliner pencil. Ik zal hem even opendraaien. Dat laat ik niet net ook zien, maar kijk, het is echt een hele dunne glitter eyeliner. Dus dat is wel leuk. Oeh. Een beetje bruin goudig. Niet bruin goudig. Goudig is. Dit is geen woord volgens mij. Goed, nou, dan gaan we naar nummertje 7. Dat is een wat groter vakje. Oh, mensen. Wat is dat? Mansion Max & More Sport Patch. Oh, dat voelt wel heel dun. Voorzichtig. Huh? Spot Patch. Oh. Ja, yeah, nou. Wauw. Ziet er wel fancy uit, zo, hè? Dan denk je, oh, nou, dat zal wel wezen. Juist, ja. Geweldig. 8. Oh, god, weer zo'n smalle. Laten we daar even de mensen erbij pakken, want ik hou geen nagelbanden meer over. Oh, ja. Ja, ja. Hier hebben we nog een potlood. Dit is dan de Make-up Pencil Max & More. Is exact dezelfde. Ik heb er nu 2. Is exact dezelfde. Wil Max & More nu zeggen dat met andere woorden dat we nu massaal... Ja, het is op de achterkant ook exact hetzelfde geschreven. Ja, het is wel bij... Nou, er zit toch schijnbaar nog iets van kleurverschil in. Blijkbaar. Want de ene is 289 en de andere is 295. Dus er zal er nog iets kleurverschil in zitten. Ja. Nou, hier word ik niet echt blij van. Misschien moeten we met z'n allen wat meer wenkbrauwen weer gaan doen. Oké, nou, de hint is gevat. 9. Oh, dat is een wat grotere. Oh, hihi, die zijn wel grappig. Maar die had ik eigenlijk eerder verwacht bij de spa. Ja, die bij de spa zit er ook wel in, maar voor qua model en uitziende. iPads. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk voor onder je ogen. Hydrogel under iPads. Je zal het weten op dat je het boven je ogen moet doen, hè? Goed. 10. Weer zo'n smal ding. Even een beetje insnijden, want die induwen kan wat. Ja. Oh ja. Ja, nee, die hadden we nog niet. De nagelvel. Hier word ik nou niet bepaald vrolijk van. Absoluut niet. Nope. 11. Nou, kom op. Laten we de moedswing eens een beetje veranderen. Want ik was wel helemaal enthousiast en hype over die kalender. Nou zakt het een beetje weg met de inhoud ervan. Dit is een tube. Tube. Kom op. En dit is een color changing lip gloss. Oh. Oh ja. Het is blauw van kleur. Maar als je het een beetje in de licht gaat houden. Dan wordt het een beetje lila-achtig of zo. Lip gloss. Nou. Doe maar een beetje op dan.
Nou, je ziet vast nog helemaal niks. Nou, dus even wat op. Nou, er zit geen smaak aan of zo. Ja, gewoon de standaard dingetje. Maar niet dat je zegt van, goh, nou proef ik ook nog eens een smaakje of zo. Nee, dat niet. Ik krijg er een plakkelige lippen van. 11. Die heb ik net opgegaan. Dan gaan we naar 12. Oeh, 12. Dat is weer zo'n spiegeltje. Een spiegeltje. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het lab? Ikke! Goed. Ik vind het wel leuk. Deze vind ik leuk. Omdat ik die voorkant ook leuk vind. Dus deze vind ik leuk. Ja, die vind ik leuk. En dan hier zien jullie jezelf. Tegen keer. Ja, die vind ik wel leuk. Die hou ik zelf. Die is leuk. Nummer 13. Die zit hier. Dertien is een Golden Jelly Face Mask. Ik vind echt, dit vind ik leuk. Dit doet me denken net als bij... Zo kan ik het 100 keer zeggen. Rituals effect. Dus dit vind ik wel leuk. En ik hou van huisjes en dingetjes. Ik vind het leuk. Dus... Leuk. Wel 12 is schat. Dan gaan we nu naar 13. Of hadden we... Nee, 13 hadden we gehad. Dan gaan we nu naar 14. 14. Oh nee. Ja, wat hebben we in 14 zitten? Oh. Dat is zo'n dingetje dus om... Toplinter. Catliner. Oh, nou ja. Het is dus om nog lijntjes te trekken op je face. Ja, het is een hele slechte... Ik denk voor om die ogen bepaalde ooglijntjes te creëren of zo. Handy tool. Blijkbaar kunnen we niet meer make-up hebben meer met z'n allen. Hè? We hebben weer extra hoop dingetjes nodig. Wat had ik nou opgemaakt? 14. Dan gaan we naar de 15. Oh, is het ook een kleintje. 15. Oeh, het maakt een mooie lip scrub. Lip scrub. Een lip scrub. Wel fijn dat het een kleintje is. Klein maar fijn, want ja, zoveel gebruik je hem natuurlijk ook weer niet. Ik hou niet zo van mijn lip scrubben. Maar misschien moet ik het wel eens een keer doen. Ik ruik helemaal niks. Er zit geen geur aan, dus dat is jouw lip scrub. Meer ook niet. Vegan. Nou, dat is wel fijn om te weten dan natuurlijk. Vegan. Er zit maar 5 middel in. Het is net zo groot als die eyeliner dingetje. Het is echt niet... Echt niet vee. Ja, 15 hebben we gehad. Gaan we nu 16. Zo, valse note. Die zit hier van onder 16. Stugge verpakking. Ja. Dan kunnen jullie al wel van mijn gezicht af weten wat het dan is. Stickertjes. Olé. Gaan we naar de kids toe. 17. What's that? What's that? Nou, op 17 zit een... mascara. Ja, je moet het even de achterkant met de kleine lettertjes. Want aan de voorkant staat het niet. Nou, mascara. Dan gaan we die eens even open doen. En het ziet er wel goed uit. Hoor, voor de rest. Ja. Stinkt ook niet. Het ruikt naar lijm. Het is een lijmig luchtje.
ASMR. Leuk. 12. Hebben we gewacht, we 17 waren. Dan gaan we nu naar 18. 18, kan je nog wat tellen? Nope. 18. Oh, dit is ook zo'n kleintje. Here we go. Here we go again. 18. Ik weet nog niet wat er in 18 zit, maar... What's that? What's that? Als je dit eruit haalt, wat denk je dan? Een opgepropt stukje kauwgom? What's that? Zoek het beginnetje op. Laat het plakband. Laat het plakband. Oh! Ja, nu snap ik hem. Ja, zo'n klein pizza puntje. Ja, nu snap ik hem. Maar als je dat zo op zo'n gevoel ziet, dan... Ik vind het een beetje... Moet je dat nou per se weer met drie vingers? Goed. Nou ja, dus leuk. Ik gebruik het alleen niet. Ik ben nog steeds met mijn jaren 90 make-up stijl. Ik weet niet wat het is. Ik vind het lastig de nieuwe make-up van tegen. Ook zo'n dingetje. Niet naar die meisjes toegesproken hoor. Dat totaal niet hoor. Even. En sommige mannen doen dat er ook in. Om die make-up en zo. Helemaal daar los van. Maar dan kijk je naar zo'n Get Already With Me. En dan gaan ze een verhaaltje vertellen en zo. En dan zie je de ene naar de andere troep. Tubetje op een gezicht smeren. Dan gaat er eerst zo'n potje met zo'n dingetje. Met zo'n pipetding. Doe zo, hup, erop. En dan doe mijn dingetje en dat schuimt. En dat gaat erop. En dan hup, dan nog dingetje. En dan zitten ze dan zo, hè, zo. En dan ook helemaal erop. En dan hup, naar de volgende. En hup, ook helemaal op. En dan hup, dan nog even van die soort spray op je bakkers. En dan hup, dan gaan ze naar de volgende. Ja, en dan zitten ze er nog even zo na te wapperen. En wat gaan ze dan vervolgens doen? Oh, dan gaan, hup, dan gaan we naar de primer. Hup, ook weer helemaal op. En dan hup, dan de foundation. Hup, er ook helemaal op. En dan hup, dan gaan we hier lijnen. Daar. Ja, ook helemaal erop. En dan hup, dan de volgende lijn. Hup. En de volgende. Hup. En dan denk ik... Zit het niet allemaal in één potje? Het is geen wonder dat sommige vrouwen er zo'n uur over doen. Dit als ze klaar zijn. Met al die lagen. Ik snap dat het wel van tevoren nog even moet drogen. Maar het lijkt me ook niet zo gezond hoor. Zoveel lagen erop. Ja, niet voor mij verkeerd bedoeld hoor. Maar ja, wij hadden gewoon... Vroeger hadden we gewoon een... Je ging naar de HEMA. Of wat dan ook. Action had je nog in die mate niet vroeger. Je ging daar naartoe en je kocht een foundation potje. Nou, dat waren nog echt potjes. En ze hadden zo'n plat dingetje aan. Die smeerde je gewoon wat op je face. Nou, en het was gewoon... Een beetje zo in je haarlijnen frotten. Want anders kreeg je zo'n lijntje. Dus dat deed je helemaal zo. Hè? Ja, en dan goed. Ook een beetje je oren zo mee dingetjes. En zo naar je nek zo. Smeer het helemaal uit. Tegenwoordig zie je alleen maar zo... Dit is gemake-upt. En de rest is gewoon... Ja... Normaal. En dan, wat deed je dan? Als je nog een beetje geluk had, dan dacht je, weet je wat, ik gooi nog een beetje poeier op zo. En dan die poeier deed je dan vervolgens ook gewoon met je handen zo. Nou, dat zat erop. Je plurde wat mascara op, je deed wat oogpoeier op. Ik heb geen wenkbrauw zoals je ziet, het stelt niet veel voor. Nou, die deed nog een beetje zo. En dan, hup, dan deed je nog een keer met de mascara eroverheen. Want die zat natuurlijk helemaal vol met al die poeier wat er dan nog op je wimpers terecht is gekomen. Nou, dan deed je dan nog een keer waardoor je grotere ogen kreeg. Maar je had die volume mascara niet nodig. Want het zat al de volume van al die poeier en die foundation wat op je wimpers terecht is gekomen. Nou, en dan hup, een lippetje dingetje klaar. Grote oorbellen in. Tadaa, je was klaar. Maar ik heb nog nooit zoveel make-up. Daarom zou ik wel een keer zo'n make-up video maken, maar... Ik raak al de kloek kwijt welke dingetje ik daar moet gebruiken. Nee, dus daarom zeg ik, make-up is niet van mijn weg. Plus, ik doe nog niet zoveel make-up op. Maar dat vind ik echt weer... Ik wil er wel eens een keer voor gaan zitten hoor. Dat iemand me gaat uitleggen en gaat leren hoe het dan... Dag als vandaag allemaal moet. Want het interesseert me allemaal wel. En ik vind het allemaal wel interessant en leuk.
Maar als ik het al zie, dan denk ik, jee, dat potje, en dan weer die tube, die olie, dat dingetje, dat is schuim, dan moet er weer schuim op je gezicht. Dan moet dat, zo, en dan begin je met een settings dingetje, dan komt er een primer, en dan komt er... En dan ben ik al de kluts kwijt, joh, ik ben al... Goed, nou weet ik niet meer waar ik gebleven was. Ik heb 18 gehad, 19, hebben we 19 ook al gehad? Ik weet het al niet eens meer. 19, waar zat je ook alweer? 18. Oh nee, 19 hebben we nog niet gehad. Nou ja, dan gaan we naar 19. Wat is dat? Eyeshadow primer. Nou, wat is het verschil tussen facial primer en eyeshadow primer? Oftewel oogprimer. Want je doet toch als je hier smeert toch ook op je ogen? Of mag dat niet op je ogen? Moet dat dan weer speciaal zo'n soort... Zie je, daar ben ik. Ik ben dan nu al de kluts kwijt. Ik vind het allemaal wel interessant hoor. Oh, echt waar. En kijk, want daar hier zit weer een zo'n klein tubetje. Hè? Zo, hè? Zo'n klein... Nee, je ruikt ook bijna echt helemaal niks. Dat is wel fijn dat het geen geur heeft. Maar... Ja. Ik moet zeggen wel, de producten zijn allemaal wel klein. Tegenover die van de spa. Het zijn niet echt grote items. 20. 20. Hier. Ik moet zeggen, 24 is ook maar een klein vakje. Wat hebben we hier? Oh, dit vind ik wel leuk. Dit vind ik leuk. Dit zijn schuifpijltjes. Kijk, dit vind ik leuk. Ja, dat is leuk. Gewoon schuifpijltjes. Ja, die vind ik leuk. Ja. Hier word ik blij van. Goed zo. 21. Moeten we wel een beetje aan de tempo denken, hè? Anders valt hij daar kwijt. Wacht, ik doe hem even opnieuw. Kijk, dan ben ik weer. 21. Dat is een wat groter vakje. Maak de toos maar open. Oh ja, dat kon bijna niet missen natuurlijk. Want ja, dat hoort er natuurlijk wel in de Maximar. De Eyeshadow Palette. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Even openmaken voor een betere zicht daarvan. Wel mooie kleurtjes. Lekker rustig, neutrale kleurtjes. Love it. 22. 22. Waar zit je? 22. Zo, ben ik nou zo schil? Ik heb hier 23, ik heb hier 24. Oh, ja, dat kon haast niet aan. Ja, dat is ook... Dan denk ik bij mij, stopt dat er gewoon bij, hè? Dit is zo smal. Zo smal. Dit is het kwastje. Dat vind ik één ding apart, hè? Kijk, hier heb je kwastje. Kwastje. Nou, dan haal ik hem even uit de verpakking, hè? Kwastje, kwastje, kwastje. De blufte weer aan vastpakken. Wat wilde er nog mee? Oh, dat. Is, kijk, dan gaan we dit doosje open. Paast niet. Dus dat moet je verdorie nog wel apart meenemen ook. Voor wat zit dan dit rotte vakje hier dan nog? Vult het dan met voor op je face gewoon een beetje... Iets of zo, van foundation poeier of zo. Dit past niet. Maar goed. Ben ik. Wie ben ik? Klopt. 22 hebben we gehad. Gaan we naar 23. Die had ik net gezien. Dat was ook zo'n klein vakkie. Hier hebben we Maximoor Bronzing Powder. Ja, haal het er maar uit. Bronzing Powder. Helemaal leuk. Leuk verpakkingtje, leuk doosje. Ik hou er wel van. Ook leuk zo met die afdruk er zo op. Helemaal leuk. Ook een beetje mijn kleurtje. Ik wil mijn vinger er niet doorheen halen. Ik vind hem leuk. Goed. Dan gaan we naar de laatste 24. Dat is een smal klein vakje. Die halen we eruit. En dat is een... Oh, here we go again. Oh, ga vrij vlot. Nou, zonde van de verpakking uiteindelijk. Ik heb mijn best gedaan om nog enigszins netjes te houden. Maar... Ja. Yeah. Wat komt eruit? Dus de Marble Lip Gloss.
Ja, je krijgt het er heel slecht op, die tekstletters. Misschien zien jullie het wel goed hoor, ik weet het niet, maar... Ja, dit weerspiegelt nogal en... ja, kijk, ook gewoon zo'n dingetje. Ik duw hem even niet omhoog, want anders meng ik het al. Dus ik kan het heel leuk. Of moeten we dat ook doen? Nou, ik heb al een beetje lipgloss op. Oeh, ik heb hier lipgloss. Nou, ik heb namelijk ook een klein beetje mijn camera dingetje nodig, want... Dan weet ik dat ik goed doe. Even voorzichtig kniepen, 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 kniepen. Oeh, ik kom eruit. En dan... En dan je adder, en dan... ja, op zich. En weet je wat ik nog gekker van is? Wij waren vroeger ook nog van de generatie. Ja, het klinkt misschien heel gek hoor. Dat, maar, nee, dat ligt niet bij mijn thuis natuurlijk. Duh. Dat je dan een stukje keukenpapier of van dat de dingetje wat je had. Of zo'n watje, weet je wel. Zo die om je gezicht mee af te doen. Dat je nog helemaal zo je mond aan deed. Want dan was dat overdreven was eraf. Maar nou glinstert het zo. Nou, laat maar weten in de reacties. Is dat een kleurtje van mij? Ik heb wel het idee dat mijn lippen plakken. Het is wel een beetje mijn kleurtje, hè? Het is een beetje dezelfde kleur als mijn lippen. Goed, genoeg lippen van dichtbij gezien. Als mijn manierlippen blijven niet randeren. Nou, overal, wat vind ik ervan? Zo, ja, nou, mijn camera was vol. Ik kon niet meer opnemen, dus ik doe het even nou in mijn telefoon. Hier zie je met mijn lipjes in mijn ben. Nou, op zich wel mijn kleurtje. Ja. Nou, ja, mijn camera kaartgeheugen was vol, dus daarom neem ik nu even op met mijn telefoon. Dus gelijk ook weer dichtbij. Ik heb het verschil dat dan... Ja, kun je niet. We zullen zien, maar mijn beeldscherm is vast groot van mijn telefoon. Hè? Dat is ook wel een ding. Overal, wat vind ik ervan? Nou, ik vind het op zich wel een leuke kalender. Ik had hier en daar wat grotere items verwacht. Voor de geld, zou ik maar zeggen. Het is allemaal vrij klein en dingen. Ik, Ik, op zich, even rustig. Dit is op zich wel leuk. En hier zit het trouwens misschien wel wat beter op. Maar ook niet helemaal. Maar het zijn allemaal van die hele kleine tube dingetjes. En dus het is die... En wat dit soort dingen, dat vind ik allemaal zo flauwkul. Nagellakkie zooi. Weet je wel. Ik maak daar wel zo'n overhaul dingetje. Deze wat ik wel grappig vind is dit. Ik denk dat ik bijna nog geneigd ben om er een buttervat te doen. Normaal zo'n spijkerjackie te doen. Dat kan je ook altijd doen hè, met dit soort spiegeltjes. Hè. Dan kan je gewoon zo'n putten speld, zou ik maar zeggen, gewoon eraan doen. En dan kan je het gewoon nog in een spijkerjackie of whatever doen. Als je al die dingetjes hebt, dan heb je best wel een leuke, hè? Of aan een tas of whatever, is het wel leuk. Je hoeft niet per se altijd een spiegel te gebruiken. Op zich wel leuk, maar de verpakkingen vind ik vrij klein. Normaal zijn ze altijd veel groter geweest van Maximoor. Wat ik wel een beetje mis, is de allereerste Maximoor wat ik had, zat heel veel lippenstift in en heel veel nagellak. Ik heb nu twee lipglossjes, dus we kunnen wel merken dat dus de stijl van dingen... Ik heb ook eentje gehad, er zat heel veel potlood in. Nou, daar zijn twee vrijwel exact dezelfde. Er zit niet heel veel kleurverschil in. Als je het snel hebt met de blote oog zo bekijkt, je komt erachter door de code. En dat je dan op een gegeven moment even iets beter kijkt, denk je, oh ja, ja, ik zie wel iets van verschil. Ik vind dit meer leuk om dit te geven aan een jonge tiener. Die een beetje begint met de make-upjes en zo. Oh, je smeert het wel heel makkelijk af. Je deed even zo, zo. Even er weer overheen. Is dit leuk om te geven? Het allerleukste wat ik er tot nu toe in vind is dit. Ja, normaal ben ik niet zo van deze opvulling, maar dit vind ik dan wel leuk. Een beetje... ik weet niet wat ik ermee moet.
Dus ja. Nou, overal de adventkalender 7,5. Het is leuke spulletjes. Als je de andere van mij, de video's van Maximoor terugkijkt, dan waren dat wat groter en meer volumiger. Je kan merken dat daar ook wel een kleine bezuiniging op is gekomen qua de hoeveelheid van. De potjes zijn wel groot gebleven van van de spa. Alleen de inhoud is niet vol. Nee. Dus dat de tube groot is en dingen is wel hetzelfde gebleven, maar de hoeveelheid wat erin zit is. Nee. Dit hebben ze wel aan de volume wat ze hebben gedaan, maar het is vrij klein. Het is allemaal meenemen in je tasformaat. Maar ja, wie neemt er nou een lipscrub in zijn tas mee? Of een wat is het? Nou, die eyeshadow primer, oké, okay, dat kan er nog wel in het toilettasje. En zo, maar highlighter. Even eerlijk gezegd, wie neemt er nou een highlighter mee in zijn tasje als hij uitgaat? Ik ben blij dat ik einde van de avond gewoon weer al die troef weer van mijn gezicht af is. Maar die dingen, ja. Ben wel een beetje aan het wennen. Ja. Leuk kleurtje. Goed, nou, luidjes voor het goede leven. Ik ga gewoon hier zo weer een leuke eindshot. Dat doe ik in de keuken. Zoals je ook gezien hebt bij de vorige van de spa. Dan stal ik het weer leuk uit en dan weet je wat er allemaal uiteindelijk in hebt gezeten. Ik vind dit meer voor een jonge tiener, beginnende tiener zou ik maar zeggen. Een beetje tussen de 13, vanaf de 13 of zo. Misschien ietsjes eerder, maar ja, yeah, dat vind ik het eerder bij passen. Qua kleine itempjes, kleine dingetjes. Om dit te geven aan een volwassene, dan moet je toevallig iemand wezen die af en toe eens een keer de make-up dan doet. Dan is dit de hoeveelheid wel genoeg. Zoals bij mij bijvoorbeeld, maar. Nee. Plakt een beetje. Dat moet ik wel zeggen. Het is wel een plakkerige lipgloss. Ja, nou. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mij. Dat zou ik super tof vinden. En laat weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Ik ga even de dames even kijken of zij hun gemutst zijn om dit te open te maken voor de prinsessenkalender. Of ik doe het alleen. Moet ik even kijken wat de humeur is van de meiden zelf. Want daar hangt het natuurlijk ook op, heel veel vanaf. Sorry dat er af en toe even een knipje tussen zat. Maar in deze achtergrondbeelden, zoals je ziet, kwam er heel veel reclame in voor. En ik maak al gratis reclame. Nee, want ik doe geen samenwerking. Maar hier op de achtergrond hoeft voor mij niet nog eens. Ik heb het af en toe had ik het niet in de gaten. Maar ja, ik wil alleen dit op de achtergrond. Meer niet. Nou, meer weet ik eigenlijk niet zeggen. Ik ben een beetje stil ervan, om heel eerlijk te zijn. Het is niet stil van, oh, met wauw of zo, maar gewoon. Zal ik het volgend jaar nog een keer doen? Nou, blijkbaar wel, hoor, want dat zal ik wel doen. Maar ja, je wordt niet echt gemotiveerd van, goh, ik race weer naar de Action voor de volgende keer om dit nog een keer te kopen. Ik hoop dat er van de prinsessen wat leukerder is. Dus, nou ja, we zien wel. Houd het allemaal in de gaten. Je ziet het snel genoeg. Dus blijf me volgen. Doeg! Dames en heren, jongens, meisjes en dames en heren. En die doet het trouwens de rest van de video.